heel dramatisch. Eva. Ik ben gesloopt. Nee. Oh my god. Pimpenlijpen. Wat ga je doen? Pimpenlijpen. Pimpenlijpen. Kijk, dat rode ding is er daar in. Ja, dat weet ik. Hey Jan, zijn we weer. Mag ik de vlog zelf openen of niet? Ja, maar jij doet het altijd. Hey, ja! Nieuwe vlog! Oh, wacht, ik heb muziek aan. I hope you are doing well, because we are. De zon die schijnt een beetje vandaag. Wij zijn nu even onderweg naar de kapper. Oh, Eva is er ook, zeg maar. Hey, ja! Ik heb zonnebril, zonneglazen. Ja, Eva heeft haar bril opgedaan, want ze wilde ook haar bril opdoen. Zonder glazen. Maar goed, gisteren was het zo regenachtig. En oh, oké. Maar hij is wel heel leuk. Nou, in ieder geval, maar ja, Lee heeft geen glazen, dus hij helpt niet tegen de zon. Maar goed, wij zijn nu onderweg, want we gaan eerst even langs de kapper. Even kijken of we terecht kunnen, want de dames moeten even hun puntjes knippen. En, oh wacht, de camera is een beetje gedraaid. Nee. Ik ben gisteren al naar de kapper gegaan. Zoals je kan zien heb ik mijn haar gesteld. Oh my god, die camera blijft niet stilstaan. Wacht even hoor. Ja, zo beter hè. Heb ik gisteren mijn haar gesteld. Maar ik heb het vandaag weer in de staart gedaan. Want ik had gewoon zoiets van, weet je. Nee, ik wil het gewoon zo. Maar goed, we gaan nu dus. Jij hebt het niet in de staart gedaan. Jij hebt het in een knot gedaan. In een knot gedaan. Eva corrigeert mij. Yeah boy. Ik heb het in een knot gedaan. En dus nu gaan wij even naar de kapper om de meiden dan hun puntjes te knippen. Goed te praten, want mama zegt sommige dingen verkeerd. Ja, maar dat is goed. Als jij mij corrigeert, vind ik dat hartstikke prima hoor. Dat vind ik ook helemaal niet erg. Helemaal dus niet erg, maar soms doet ze. Hallo, het is een knot! Ja, maar ja, Maya, ze wil gewoon dat ik haar hoor, denk ik. Maar goed, dus het is natuurlijk alweer een. Vorige week hebben jullie dan wel een video gekregen. That the girl is pregnant. Jeez, dus mama heeft what? Ja, dat mama een baby in haar buik heeft. En ja, dit is eigenlijk weer de eerste vlog na ja, die week daarvoor had ik dan geen vlog. En vandaag ga ik gewoon weer vloggen. Ik voel me al wel ietsje beter. Vanochtend voelde ik me niet zo. Dus, maar ja. Ik heb gemerkt dat frisse lucht echt werkt, goed werkt voor mij. Dus dat ben ik nu ook gewoon. Ook, want ik was ook ziek. Oh, jou ook. Oké, zo sorry. Ik wist niet dat je poot zweert. Doet het dus heel dat al. Nou, dus ik heb. Dus dat willen we doen. En daarna wil ik even langs mijn moeder. Ik wil naar het bos. Want mijn soul vraagt om naar de nature te gaan gewoon. Dus ik wil heel graag naar het bos. Ik weet dat je niet boos was. Waarom doen deze stoplichten niet? Weet ik niet. Mijn soul die vraagt heel erg naar de nature. Doen het niet. Mag ik gewoon even praten in de vlog? Dank je. Ik praat niet eens tegen jou. Ja, maar je praat wel tot de heen. Dus we gaan de natuur in. Dat is wat ik wil. En dan kunnen de meiden ook eventjes wend. Afgelopen weken was het natuurlijk gewoon een beetje chaos. Omdat ik best wel gewoon veel in bed lag en zo. In het weekend. Dus vandaag heb ik zoiets van, hey, weet je, we gaan gewoon proberen. Dus ik ben buiten. En ja, nou, we gaan het. Ja, we zijn buiten in de auto. Dus we gaan nu gewoon echt een leuke dag van maken. De zon die schijnt. En ik hoop trouwens echt dat het goed met jullie gaat. En ja, dat iedereen gewoon happy is. Ik ga met z'n broer. En ja, ik neem jullie weer mee, of course. Ja, maar okay. Blijf even, wat ik wil ook niet doen. Wat wil jij doen? Niets. En laten zien. Wat wil je laten zien? En niet zeggen. Oh jee. Ik doe dit even. Zo. En dan zo. Oké, ik ga eerst even uitstappen. Hey! Even rustig, oh my god. Ja, ik wil eventjes uitstappen bij de kapper eerst om te kijken
of we wel terecht kunnen of er een plekje is voor ons. En mama kent de moeder van broederliefde. Oh my god. Nee joh, maar kom wel goed. Oké, tot zo. Nou, puntenknip is niet doorgegaan, dus we zijn maar gelijk naar het bos gekomen. Het is echt super koud wel. Pippi is aan het eten. Ik moest gelijk eventjes wat te eten halen. En Eva die is daar aan het spelen. Ik weet niet of je haar kan zien. Het is wel echt een mooie dag vandaag, maar wel echt koud, man. Dus ik wacht eventjes zodat Vivi klaar is met eten. En dan gaan we eventjes hier zo... Ik wil gewoon vooral lekker lopen en gewoon lekker... Weet je? Gewoon lekker frisse lucht. Maar het is wel echt koud. Kijk, Vivi. Ik heb haar gezegd om een andere jas aan te doen. En ze wilde zo graag deze jas aandoen. En nu beweert ze dat ze niet zo koud heeft. Alleen haar handen. Maar... die andere jas was echt beter geweest. Die heeft nog capuchon alles. Het is koud hoor zo. Nee, maar... Jij wil zelf naar het bos gaan. Ja, maar zo lang gaan we hier niet blijven hoor. Oh my god. Ik wil nog wel een keer van de kabel maken. Oké. Okay. We moeten ook echt even ergens in de zon gaan lopen of zo. Hé, hey, toch? Eind meet voor dit. Nou, Vivi gaat nu op de kabelbaan. Eva, pas op. Go! Eva! Kom! Oh my god. Ik moest jullie echt Eva's bril zonder glazen van dichtbij laten zien. Want deze girl... Eva! Oké, rustig. Niet zo dramatisch. Eva, niet doen! Laat Eva! Vivi kan zelf eraf. Oh my god, Vivi ook zo dramatisch. Mag ik even je bril laten zien aan de vlog? Je bril zonder glazen. Kom eens! Eva, ik wil even je bril zien. Oh my god, het is zo koud, mensen. Ik ben. Laat me even je bril zien zonder glazen. Kijk eens. Ja. Oh my god, Vivi ook zo dramatisch, jongen. Ik heb vandaag niet eens een outfitcheck gedaan. Ik heb gewoon een bontjas aan. Mijn schoenen zijn zo vies geworden al. Door Eva. Nee. Want er is overal modder. Kijk die van Eva. Kijk die van Vivi. Naar het bos. Ik wil voordat iemand anders gaat. Oh, je wil die ander gaan halen. Oké. Okay. Nou, Oké, ik ga even op dit ding tillen, ja? Nou mensen, we zijn thuis. Ik ben letterlijk gewoon gesloopt. Ik ben gesloopt. Maar Eva heeft hier dus voor mij een bedje klaargemaakt. Want ik krijg dus van haar een massage. Ja. Wat voor massage krijg ik? Ik heb pijn in mijn onderrug. Kan je mijn onderrug masseren? Ja. Oké. Oké. Even je arm. Vivi, waarom kijk je zo naar mij? Wat doe jij? Maar daarom krijgen jullie geen kauwgom, hè? Nee. Daarom. Ik wil een bubbel maken, zo. Het is echt. Okay. Eva die probeerde net een bubbel te maken in de auto. En toen was ze haar kauwgom kwijt in de auto. Ze had hem eruit geblazen. Dus ik had hem toch gevonden. Ja, maar daarna heeft ze hem wel gevonden, want je moest hem zoeken. Ja, maar ik mocht niet meer. Ik mocht niet meer. Ja. Wat zei je, Vivi? Mama wil de auto nooit fiets. Mama. En ze werd echt boos op welke, mama, ja. Welke zou ik als eerst? Mijn auto is toch helemaal fiets. Kijk eens. Welke zou ik als eerst? We hebben dus een bak met heel veel massage. Wat zou ik als eerst doen? Deze? Ja, jij mag kiezen, ja? Jij bent deze. De masseur. Oké. Dan ga ik even liggen, want ik krijg nu een massage, oké? Oké, even ik ben echt gesloopt, oh my god. Even op je rug. Even. Ik was bij mijn moeder, ik zat daar op de mama, bank. Mama, mag ik mama, even op je rug? Even jou een massage gaan geven. Nee, mama, is goed even zo. Op ik de rug. Ga, ja, ik wil gewoon even lekker genieten van deze massage. Dus ik zie jullie zo weer in de vlog. Hi guys, it's the next day. Wat doe jij nou ja, weer? Mijn haar is wild. Is je haar wild? Eva, ik heb
Kijken. Heb je best gedaan om je haren in model te krijgen? Is je haar wild? Ja, het was ook echt wild. Maar goed, it's the next day, guys. En we zijn thuis. Ik heb zoveel kleren om te fixen en gewoon het huis wat gefixt moet worden. Mijn huis is echt chaos. Meestal is dat gelijk een reflectie voor mij. Dat mijn leven op dit moment een chaos is. Dus dat betekent ik moet mijn huis gewoon even goed op orde brengen. Om mijn leven weer op orde te brengen. Hoi. Wat moet je scheren? Ik wil ook kamer. Welke haren? Dus ik ga aan de slag met kleding vandaag. We blijven vandaag wel thuis. Ik ben eigenlijk al heel de dag aan het wassen. Hangen. En even kijken wat we verder gaan doen. Wat willen jullie verder doen dan? Ik weet niet. Ik wil het haar. Ja? Wil je wat? Ik heb net hier gescheerd. Wat wil je doen, Eva? Eva, wat wil je doen? Ik denk dat we liever naar de beren gaan. Nee. Naar de waar? Naar de beren. Naar de beren? Ja. Eva wil heel de dag uit eten, even serieus. Ja, je hebt net gegeten. Even serieus. Je hebt net gegeten, dus wij gaan gewoon even... Gewoon een relaxte zondag tenminste, voor de kids dan. Ik ga even de dingen doen die ik moet doen. En vandaag was weer zo'n dag. Ik voelde me niet helemaal 100%. Tenminste, vanochtend was ik helemaal oké. En ik ga het huis aanpakken en dit en dat. En toen had ik gegeten en toen voelde ik me gelijk weer zo... Gewoon zo raar, een beetje misselijk. Ja, dus, ja! Eva. Ja, zo ben ik eigenlijk een beetje vandaag heel de dag vragen? Al bezig met zo'n beetje Eva. Misselijk gevoel. Eva. Maar goed, we moeten door. Dus ik ga even kleding doen, zodat het deze week in ieder geval wel gewoon gefixt is. En ja, en dan zien we wel. Of course neem ik jullie mee, ja. Je bent dan zo zoen. Ben ik aan het zo zoen? Waarom? Waarom ben ik aan het zo zoen? Voelt mama zich gewoon goed? Nee. Nou, was het maar zo, man. Even serieus, ik kan echt niet wachten. Bij die vorige twee, bij Eva en bij die vorige twee zwangerschappen, dus bij Eva en Fifi, toen met 13 weken voelde ik me al goed. Nou, ik ben nu al voorbij 13 weken. Wat doet dit allemaal hier op de bank? Even serieus. En ik voel me al wel beter, maar het is nog niet helemaal. Dus hier duurt het wel wat langer, denk ik. Maar goed, we gaan het zien. Ik neem jullie in ieder geval mee. Nou mensen, voel het is. Want hier had ik echt zo'n trek in. Eet smakelijk, mensen. Je hebt trek in sushi. Ja, ik heb trek in zoveel dingen, Vivi, je wil niet weten. Eet smakelijk, Eva. Eet smakelijk, Vivi. Dank je. Ja. Wel, de girls die liggen lekker in bed. Dus ik ga even een voetenbadje maken. Even relaxen van magnesium. Ik heb deze zak met magnesiumvlokken. En dat doe ik dan in een voetenbadje. En daar doe ik dan mijn voeten in. Want dan, dat is een hele snelle manier om magnesium in je lichaam te krijgen. Magnesium is tijdens de zwangerschap ook echt belangrijk. Dus ik zie het gelijk als een self-care momentje. En gelijk magnesium in mijn systeem krijgen. Maar ik ga wel even laten zien hoe het eruit ziet, die vlokken. Nou kijk, dit zijn dus de vlokken. Ja, dan doe je dus gewoon... Ja, normaal doe ik een beetje afmeten, maar dat doet nu niet. Zo, misschien is het wel een beetje te veel. En dan doe ik er lekker warm water bij. En dan heb ik een voetenbadje. Dit gaat dan helemaal oplossen. Dan heb ik een voetenbadje. Nou, de grote poriën zitten om die voeten. Dus daar gaat alles soort makkelijk naar binnen. Dus een voetenbadje met magnesium is ideaal om snel magnesium binnen te krijgen. Ik heb trouwens mijn droger aan, dus ik weet niet of jullie me horen. Maar goed, magnesiumbadje, is dus. Nou, dit is mijn badje. Dus ik ga nu even lekker zitten en even lekker relaxen. En daarna naar bed, hè, denk ik. Oh my god. Even een momentje voor mezelf. Heerlijk.
Hey guys! Nou, het is weer een nieuwe dag. Ik dacht, ik neem jullie vandaag weer mee in de vlog. Trouwens, het is al lang geen weekend meer. Maar ik ben wel een beetje een soort van aan het kijken of het door de week vloggen ook wat voor mij is. Of ik het er wel bij kan hebben. En of ik het wel leuk vind om te doen. Nou, ik ga eerst even deze dingen op mijn ogen zetten. Ja, dus het is vandaag. Vandaag is vandaag. Dinsdag. En gisteren was het maandag en ik had zo. Wacht even hoor, wat gaat er hier nou mis? Oh, zo. Gisteren had ik zo een goede dag. Gewoon energetic en alles en zo. Vandaag ook gewoon energetic, maar ik was nu net gewoon zo weer misselijk. Dus ik heb zeg maar echt slijm. Ik heb heel veel slijm. Waardoor dus het soms hier vast zit en waardoor ik dus moet kotsen. Dus ik heb net gewoon gekotst. Maar goed, voor de rest gaat het wel goed. Ik ben gedoucht, ik ben aangekleed. Ik zet nu even deze dingen op mijn gezicht. Wat is de planning van vandaag? Ik ga vandaag content opnemen voor TikTok. En ga ik nog meer doen. Ik moet de orders doen natuurlijk. En wat nog meer? De e-mails en alles wat daarbij komt kijken. Kijk hoor, zit dit zo goed? Ik dacht, ik ga deze dingen even proberen. Want aangezien ik altijd donkere kringen heb en het een familiedingetje is, ga ik kijken als ik wat anders doe. Of het dan misschien toch wel minder wordt of zo. Dit zijn eigenlijk de iPads. Ik wist niet welke ik moest kopen. Dus ik heb maar gewoon bij Kruidvat één gewoon goedkoper gepakt om te kijken of het wel wat voor mij is. Dus als jullie goede kennen, laat het. Ah! Nee! Oh my god! Nee, doe normaal. What happened? Dit is echt crazy. Oké, wacht. Ik ga hem wassen en dan ga ik hem gewoon weer in die vloeistof zetten. Want nee, man. Is toch zonde? Is dat omdat die zo cheap is of doe ik iets verkeerd of zo? Ik had dat gisteren ook gebruikt en ik vond het wel gewoon een fijne ervaring. Dus ik dacht van, ik ga het vandaag weer doen. En ook wel gewoon lekker. Ik had het eerst in de koelkast. Nou, gelukkig zit er nog wel vloeistof in. Want uiteindelijk gaat het volgens mij om die vloeistof toch, dat intrekken of zo. Maar goed, ja, dus dat is een beetje de planning vandaag. Ik zet dit eventjes op mijn ogen. En dan kom ik zo wel bij jullie terug. Want dan ga ik de rest van de dingen op mijn gezicht zetten. Ik neem jullie gewoon weer mee. As the usual. De kids die zijn naar school. Dus I see you in a bit. Nou mensen, ik heb net even randomly poffertjes gegeten. En spa rood gedronken. Spa rood is nu echt mijn lifesaver. Vooral als ik me een beetje misselijk voel. Maar goed, ik laat dit nog even erop zitten. Ik dacht, ik ga gewoon alvast mijn haar doen. Luister, ik heb... even denken hoor. Ik heb zeg maar... Wat is mijn kam? Ik heb zeg maar... vorige week mijn haar gedaan. Want ik wilde mijn haar stijl. Want no way dat het, hoe ik me voel. Dat ik gewoon zeg maar... onder de douche ga staan gewoon om mijn haar gewoon te doen. I just can't. En ik weet dat, want ik had toen bij Eva, had ik precies hetzelfde. Dus letterlijk mijn haar gewoon verwaarloosd. Dus ik dacht, weet je, ik ga gewoon naar de kapper. Ik doe het lekker stijlen, ik doe het lekker knippen. En ik ga het voorlopig zo dragen. Dus dit is hoe jullie me gaan zien. Ik ga wel gewoon, of course, de normale verzorging doen. Want verzorging vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dus ik blijf gewoon mijn rijswater gebruiken. Dat deed ik ook in de tijd dat ik mijn haar nog relaxte. En toen met mijn curls. En nu gewoon met mijn natural hair, maar dan gewoon gestyled. Dus blijf ik dat gewoon doen. En
Ja, ik zeg eerlijk, ik geniet ervan dat ik gewoon echt niet zoveel met mijn haar hoef te doen nu op dit moment. I love it. I love it, I love it, I love it. En nu heb ik wel zoiets van, ik heb wel een soort van een hele motivatie om gewoon mijn haar te laten groeien. En dan gewoon zeg maar gewoon te verzorgen gewoon in mijn stijle dingen. Dus ik ga kijken hoe lang ik dit volhoud en hoe lang ik dit ga doen. Maar ik heb wel zin om gewoon van, het maakt eigenlijk niet uit hoe ik mijn haar draag, maar verzorging doe ik altijd. Begrijp je? Dat is gewoon heel erg belangrijk. Maar luister, dus ik zat net te denken, even serieus. Wanneer je zeg maar weer een baby krijgt, sowieso, als je gewoon kids hebt, als je man bent, kijk, tuurlijk, je bent bezig met je kids en alles en zo. Maar alle zijdingetjes die je daarnaast ook nog zeg maar moet regelen, gewoon qua papierwerk, dingen die je moet aanvragen, kraamzorg, kraamzorg, wat moet ik nog meer? En met de opvang en weet ik veel wat allemaal. Kijk, ik ben wel blij met hoe mijn haar gewoon nu zeg maar gewoon is. Zeg je eerlijk. Gewoon de kraamzorg. Gewoon veel regelwerk. En ik heb zoiets van mensen. Hallo, mijn hoofd zit al vol. Even serieus. Maar het is eventjes niet anders. Wat zal ik vandaag doen? Ik zat te denken. Zal ik vandaag een pet op doen of zo? Ik heb vandaag best wel stoere outfit aan. Laat ik jullie straks wel zien. Ik ga weer de outfit check doen. Want ik kan gewoon de outfit check doen nu. Want the word is out, weet je. Maar hoe ik het al een paar dagen heb, is eigenlijk gewoon heel simpel. In een knotje. En dat vind ik ook wel fijn, want het heeft al deze dagen ook wel gewoon geregend en zo. Ik heb het echt maar één dag los gehad hoor. Dus een beetje edge control. Want dat merk ik wel. Dat zeg maar hier zo. En daar komt mijn motivatie vandaan. Van hey, ik heb echt zin om dit zodanig te verzorgen. Dat het gewoon helemaal. Weet je, want nu zie je hier korte stukjes. En alles en zo. Zijn niet de edge control. Maar ik hou niet van te veel edge control of wax. Want ik vind het echt vervelend als mijn haar gewoon zo helemaal zo heel vettig en greasy is, zeg maar, als het stijl is, weet je. Ik hou van meer luchtig en dansend haar, weet je. Maar goed, het is eventjes niet anders. En ik ga denk ik gewoon een knotje doen. Ja, dus wat ik wilde zeggen is dus voor al het geregel en weet ik veel wat, alles wat erbij komt kijken. Maar ja, het hoort erbij, I guess. En ik moet ook nog bloed gaan prikken. Ik moet nog heel veel dingetjes regelen voor de zaak. We gaan ons bedrijf verhuizen naar een ander pand. Ja, dus ik praat eigenlijk niet heel veel over mijn bedrijf. Behalve dat ik er één heb en wat het is en zo. Maar misschien, als jullie het leuk vinden dat ik jullie echt meeneem in het proces. Laat het me dan even weten van wat we allemaal doen. Maar ik heb de komende 3 weken heb ik zoveel dingen te doen, jongens. En ik had het al gezegd, hè, van we hebben de verhuizing natuurlijk. We gaan vakantie. Allemaal een beetje strak gepland. Maar uiteindelijk weet ik dat we op vakantie heel erg gaan genieten. En ik eventjes bij kan komen. Zal ik gewoon zo'n staart laten? Of zal ik gewoon een knotje maken? What do you think? Ik moet dit denk ik al zo eraf halen. Luister, als jullie echt betere weten van deze, laat me even weten. Deze is wel gewoon erop gebleven. Maar ik bedoel van, als jullie zoiets hebben van, dit gebruik ik altijd. Of ik heb deze gezien, laat het me weten in de comments. Want dan ga ik eventjes op zoek. Want ik ben wel benieuwd van plan om het vaker te gebruiken. In de winter hou ik ervan om mijn haar eigenlijk gewoon tact in te hebben. Dus dan maak ik gewoon zo'n knotje. Zit er lekker olie in. Weet je? En dan doe ik gewoon dit. Gewoon zo. En ja, ik weet, het is nog geen winter. Maar herfst, winter. Van mij 1 pot nat. Oké? Okay? Ik ben een zonmens. Begrijp je? Ik ben een zomermens. Dus het is voor mij gewoon 1 pot nat. Maar goed, laat me dit ding. Dit is het dus.
Wat ik dan soms, tenminste, gisteren had ik dat ook gedaan. Doe ik eigenlijk hier dit even op. Zodat het gewoon wat strakker kan blijven allemaal. Tenminste, wat sleeker. Oké, zo. Oké, nou dit is gewoon even zo. Nog meer bellen in doen. Wassen. En let me see. Oh my god, dit is nu al wel gewoon echt 7 minuten dat ik aan het filmen ben. Oké. Ik haal deze even eraf. De restjes even goed tappen. En dan begin ik eerst met mijn vitamine E huidolie. Dit heb ik al een keer laten zien in mijn vlog. Maar niet laten zien hoe ik het gebruik voor mijn gezicht. Hey, ik zeg je wel eerlijk. Deze is van Holland & Barrett. En I love it. Ik ben letterlijk verslaafd aan dit. Er komt niks anders op mijn gezicht voordat ik dit op mijn gezicht heb gezet. Oké. Zo. Beetje veel, hè? Maar ik heb een droog huid. Dus dit is zo weer ingetrokken. Dan heb ik deze. Dit is een oogcreme van Jacob Hooy. Het is ook van Holland & Barrett. En ja, you can tell, ik hou van de producten van Holland & Barrett. Maar goed, dit is voor mijn ogen. Zo. En dan als laatste, deze ook van Jacob Hooy. Vitamine E cream. En dit is eigenlijk het enige wat ik gewoon gebruik voor mijn gezicht. En ik doe ook altijd naar het nek. Iemand heeft me ooit verteld, je moet altijd naar boven je crème doen. Weet je? Voor wat je op je gezicht hebt, naar boven doen. Zo. Nou, dit is het dus. Op naar de outfit check. En ik ga even parfum en zo doen. Mijn oorbellen doen. En dan heb ik begint mijn contentdag. Ik zit nog wel te twijfelen. Zal ik make-up op doen? Ik denk het wel. Ik voel mijn skin gewoon echt gewoon. Dus ik vind het heel leuk om de make-up te zetten. En dat is ook wel leuk als je content gaat opnemen. Dus ik zie jullie zo in een bit. Hey y'all, nou ik heb mijn make-up net gedaan. Dus I am ready to shoot some content. Oh, laat me jullie eventjes mijn outfit laten zien hoor. Even outfit check hoor. Look at this. Nou, ik heb gewoon al wel een zwangerschapslegging aan. Ja, want nee, dat zit gewoon veel lekkerder. Oh mijn god, ik moet wel eventjes mijn dingen gaan afstoffen hoor. Want tenminste gaan rollen. Maar wat nog meer, gewoon mijn sneakers en alles. Dus I'm ready. En ik ben echt blij met hoe mijn make-up geworden is. Vandaag een beetje wat beter in het licht staan. Een beetje wat nieuws geprobeerd. Wat meer vrolijke kleur of zo. En normaal ga ik altijd een beetje voor de nude en zo. Maar vandaag ga ik een beetje voor wat meer rozig-achtig. Zo, ja dat. Dus ik ga content opnemen, jongens. En that's it. Oh nee. Ik ga net gelijk beginnen met content opnemen. Ik ga eerst eventjes set my intentions for the day. En alles wat ik ga doen en alles wat ik moet doen. Dus dat. Maar ik heb dus al wel gewoon echt een klein buikie. Zien jullie dat? Ik geef jullie hier gewoon gelijk een belly update. Het is een klein buikje, maar deze leggings zijn echt zo lijf. Even serieus. En gewoon het niet hoeven proppen. Gewoon van je buik in een broek. Dat niet lekker zit voor als je hebt gegeten. Dus this is the belly update. Hè? Zo onverwachts. Oké, ik zie jullie later. Nou guys, oh my god. Ik ben naar buiten geweest voor een walk. En iets zei tegen mij, neem gewoon geld mee. Ja, en of course had ik
cravings onderweg. Maar was wel echt even lekker zo'n walk. Eventjes frisse lucht doet mij altijd wel gewoon goed. Dus ik heb mango gekocht. Ik heb dit gekocht. Ik ben zo verslaafd aan dit. Oh my god. De laatste. Dit is mijn nieuwe verslaving. Maar het is echt heel vervelend. Want ik heb dus heel veel last van slijm in mijn keel. Gewoon sinds ik zwanger ben. Echt zo verschrikkelijk vies. Maar dit vind ik dus zo lekker. En ja, is eigenlijk best wel gewoon een verslaving soort van. Maar dit zorgt er echt voor dat ik volgens mij meer slijm krijg in mijn keel. En ik heb dit gehaald. Dus ja, ik ging voor een walk en ik kwam terug met dingen waar ik naar crave. Dus dat eigenlijk. Ik heb al een deel van mijn content opgenomen. Ik ga nu nog een deel opnemen. En ik onderweg tijdens mijn walk kreeg ik weer een idee. Dus ik dacht van nou, misschien kan ik die ook gelijk opnemen. Ik wil altijd alles proppen in één dag. Maar goed, we gaan het zien hoe ver ik kom. Dus let's do this. Maar ik ga denk ik eerst even deze dingetjes een beetje eten en drinken. Oké? Okay? Hey yo, guess wie er thuis zijn? Sorry, God. Laat me trusten. Waarom? Nou, Vivi heeft er geen zin in. Eva. Ik heb er ook geen zin in. Oh, zo rustig hoor. Ik wist niet dat je boos werd. Hé. Hey. Ik wist niet dat je boos werd. Wat zeg je? Oké, wil je hallo zeggen in de vlog? Nee? Oké, dan niet. Nou, de meiden zijn in ieder geval thuis. Wij gaan nu in ieder geval zo even eten. En waarom vroeg je eigenlijk op dinsdag? Omdat ik wilde proberen om te kijken hoe het is om op de dinsdag te vloggen. Ik ben iets nieuws aan het proberen. Ik ga pimpen lijpen. Wat ga je doen? Pimpen lijpen. Wat ga je doen? Pimpen lijpen. Pimpen lijpen. Wat is pimpen lijpen? Wat is pimpen lijpen? Dit. Dat is. Dat heet punten slijpen. Eva, zeg maar punten slijpen. Pimpen lijpen, oh my god. Vivi gaat helemaal stuk. Nou, in ieder geval, we gaan zo even lekker eten. En daarna moeten de meiden alweer klaarmaken voor bed. Dus papa is daar salade aan het. Maken. En ja, voor de rest niks. Wij hebben dus thuis heel veel last van fruitvliegjes. En tenminste ineens zomaar uit het niets. Eindelijk is dat ding weg. Dus ja, we hebben een vliegenvanger opgehangen. Ik heb je hebt zo'n valletje voor fruitvliegjes. Nou, dat werkt wel gewoon echt goed, maar ik weet echt niet waar ze vandaan komen. Het is echt gewoon verschrikkelijk. Dus, maar ja. Ik ben echt bang dat ze me gaan prikken. Nee, ze prikken niet. Ze prikken niet. Nou, oké. Okay, I see you later in the vlog. Hey yo, it's a new day. En ja, ik dacht ik kom nog even terug om even de vlog af te sluiten. Ik ga zo mijn werkdag beginnen. Ik ben klaar met mediteren. En ja, ik heb mijn haar gedaan. Mijn gezicht al gedaan. Dus nu is het tijd om te gaan werken. En dan later wil ik eventjes naar de stad. Want ik moet even een paar dingen halen. En wat nog meer? Ja, verder niks. Ik heb werk liggen, dus ik moet aan de bak. Ik wil jullie in ieder geval bedanken voor het kijken naar de video. En ja, I really enjoyed it eigenlijk. Om wel gewoon door de week te vloggen. Alleen soms ben ik zeg maar door de week echt bezig met werk, dat ik dan, soms vergeet ik zelfs te eten, dus ik weet niet zeg maar of ik dan tussendoor, tenzij ik jullie ook ga meenemen zeg maar gewoon in mijn werk, maar ja, dan moeten jullie me even laten weten of jullie dat wel leuk vinden. Nou, het is sowieso gewoon, ik heb nu sowieso, er is zoveel gaande en
Ik wil, ik ja, weet je, ik ben natuurlijk zwanger, dus je hebt het zwangerschap aspect. Ik ben natuurlijk gewoon vloggen, vind ik leuk met de meiden, met mijn gezin. Dus dat is weer een ander aspect. En ja, en dan heb je natuurlijk ook gewoon van, ik hou gewoon personen van kletsen, ja. Dus dat wil ik dan ook, zeg maar, gewoon. Dus ik zit te denken van, doe ik nou aparte video's of doe ik het allemaal gewoon in één? Dus ik moet zelf nog eventjes gaandeweg uitvinden van, oké, hoe wil ik dit, zeg maar, gaan brengen? Kijk, dat ik het voor de camera leuk vind, ik denk dat dat al wel gewoon duidelijk is. Oh my god. Ben ik de enige die altijd zo stuk gaat om zichzelf? Maar goed, ik vind het leuk voor de camera. Ik kan ook gewoon echt uren praten voor de camera. En ja, dus YouTube is gewoon sowieso wel gewoon iets wat heel erg gewoon bij mij past. Alleen het is wel, zeg maar, gewoon even kijken van oké, in wat voor banen wil ik het leiden? In wat voor lane? Wat is mijn persoonlijke lane? Weet je, wat is de Natalie lane? Ik wil het op een zo authentieke manier mogelijk doen. En gewoon, zeg maar, gewoon mezelf, zeg maar, zijn. Dus weet je, want Natalie die heeft vele aspecten. Ik ben Natalie, ik ben een vrouw, ik ben een moeder. Ik ben, weet je, ik doe zoveel dingen die ik gewoon, zeg maar, gewoon wel wil delen. Dus ja, ik denk ook niet, Adam die zegt altijd van, hou het gewoon simpel. Hou het gewoon simpel. Maar ik ben geneigd om dingen moeilijker te maken dan het is. Dus het gaat ook gewoon met de flow laten, weet je. Het gaat gewoon zoals het gaat. Oh my god, wacht even hoor. Ik heb net spaarrood gedronken. Het gaat gewoon zoals het gaat. Ik ga gewoon met de flow. En ja, zolang ik maar gewoon mezelf ben, kan zijn en gewoon dicht bij mezelf sta. Dat vind ik gewoon het belangrijkste. En ja, daarom praat ik ook gewoon zoveel in de vlog. Want I like it. I like it. Maar goed. Anyways, dank jullie wel voor het kijken naar mijn vlog. En ja, ik heb gewoon video's die eraan komen. Dus abonneer op mijn kanaal als dit de eerste keer is dat je hebt gekeken naar mijn vlog. En abonneer op mijn kanaal. Klik op het belletje, want dan krijg je een notificatie op het moment dat ik een nieuwe video post. En ja, volg me gewoon op mijn andere kanalen. Ik zit op TikTok, op Snapchat, op Instagram. Tenminste, Instagram ben ik niet zo heel erg actief nu. Maar volg me gewoon. Volg me gewoon op mijn andere kanalen. En ik zie jullie in ieder geval snel in de volgende video. Oké? Thank you guys. I appreciate y'all. Ik zweer dat ik waardeer jullie echt allemaal. Ik vind het gewoon leuk om met jullie te kletsen. Oké? Weet dat voorop staat. I like it. Dus ja, dankjewel. Oké? See you in de volgende video. Doei!